Zondag 2 juni is er een heerlijk festijn. Georganiseerd hier in de Heeswijk, vlak bij de Nielt. En ik heb vandaag twee mensen bij me, die kunnen er alles over vertellen. En dat is mooi, want het klinkt nu bij voorbaat al heerlijk. Stel je even voor, alsjeblieft. Ik ben Stella Bulsink en ik werk als vrijwilliger bij Wijkraad Heeswijkse Kampen. Ook bedenker van dit evenement. En ik ben Dia Wolfs en ik zit in de werkgroep van de Meltingpot, waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Nou, ik ben heel benieuwd. Meleen, vertel me eens, wat gaat er precies gebeuren? Wij organiseren op 2 juni een interculturele proeverij. Precies daar waar wij op dit moment zijn, van hier tot de paaltjes daarachter, waar jullie zien. En het is een interculturele proeverij en wij gaan van alle windstreken eten proeven. En op de dag zijn ook allerlei activiteiten met allemaal thema wereldreis. Want op die dag draait alles om wereldreis. En hoe ben je tot dit mooie idee gekomen? Dankjewel. Ik had eerder in Duitsland gewoond. In Duitsland hadden wij een straatfeestje. Iedereen had van zijn eigen cultuur. Of iemand is op vakantie geweest en dan had die Japans eten gezien en die vond het super lekker. En iedereen heeft iets gekookt en dan naar die event meegenomen. Of event, naar het straatfeest meegenomen. En dat was een hele leuke dag en wij hebben allemaal daarvan genoten. En ik dacht, wij hebben op dit moment in onze wijk een event nodig om die mensen te verbinden. Want gezien de diversiteit in onze wijk, wij willen heel graag die mensen verbinden. En wat verbindt best, en dat is het eten in mijn optiek. En natuurlijk muziek en natuurlijk ook beweging en sport. En dat hebben wij allebei allemaal op de dag. Ja. En dat is dus ook het leuke dat je, zeg Marokkaanse mensen, Turkse mensen, uit Indonesië, whatever, waar vandaan. Kijk, als die dan inderdaad allemaal lekker een hapje klaarmaken voor die dag. Hoe meer mensen er zijn uit verschillende culturen, ja, hoe leuker het wordt natuurlijk. En er is voor jong en oud wat te doen, hè. Er komt een speelkussen, springkussen, kinderen kunnen opgemaakt worden. Er wordt gedanst uit Brazilië, de Braziliaanse dans, weet je ook alweer. Capoeira, dansvecht. Sport, dus dat hebben wij. Wij hebben een dansoptreden en workshop. Daar hebben wij, daar willen we ook niet heel veel over vertellen, want wij willen niet alles verklappen. Dat het ook een beetje een verrassing blijft op de dag. Maar wij hebben ook de uitreiking van een tekenwedstrijd en dat is ook met het thema wat is je droomreis. Dus er zijn allerlei activiteiten op de dag met het thema wereldreis. Ja. Jullie zoeken nog mensen of er kunnen nog mensen aanmelden die lekkere hapjes maken. Maar hoe gaat het op deze dag zelf? Kunnen mensen overal iets van gaan proeven? Of is er een stempelkaart waarvan je zegt van nou, je kunt een paar gerechten kiezen? Of hoe gaat het in zijn werk? Nou, op de dag zelf kun je dus kaartjes kopen. En dan is dat voor volwassenen 7,50 per persoon en voor kinderen 5 euro. Hè? Mm-hmm. En dan kunnen ze ook meedoen aan spelletjes en hapjes en een drankje. En die zijn gewoon hier dan te kopen. En we verwachten tussen 200 en 250 bewoners. Ja, en is het alleen voor de mensen hier uit de Heeswijk of mogen wij van de Veluwe bijvoorbeeld ook komen? Ja, zeker en graag. Jullie zijn allemaal welkom en iedereen is welkom. En dat is voor iedereen. En wij hebben van allerlei wijken van Kuik mensen die willen koken. Of ook de stichtingen en scholen, die zijn niet alleen maar uit Heeswijkse Kampen. Dus Ja. Dus als ik het goed begrijp, iedereen kan meedoen aan dit festijn. Ja, precies. Ja. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zou ik maar zeggen. Ik ben heel blij dat mijn vrijwillige collega's van Wijkraad Heeswijkse Kampen dat faciliteerd hebben en daarin geloofden. En die hebben dat mogelijk gemaakt, want dat is een project van Wijkraad Heeswijkse Kampen. Handstudenten doen mee, Merlet College doet mee en heel veel stichtingen en andere scholen doen mee. Dus wij zijn allemaal heel dankbaar voor alle vrijwilligers en de hele fantastische werk die dat tot zover ook gedaan hebben en gaan doen. Dus onze plan is dat wij elke marktkraampje, want wij hebben van marktkraampjes, dat elke marktkraampje een land of een bepaalde cultuur presenteert. En daar is iedereen welkom. En dat is natuurlijk niet alleen andere culturen, maar Nederland heeft ook heel
heel lekker eten. En als jullie dan op vakantie zijn geweest en jullie hebben, noem maar op, de taco geproefd of iets anders. Of jullie koken thuis iets heel lekkers. En dan willen jullie ook met andere mensen delen. Of jullie willen heel graag stampot koken. Dat is natuurlijk altijd ook heel welkom. Dus, echt voor iedereen dus? Ja, ja, precies, voor iedereen. Oké, nog even kort. Als mensen meer informatie willen hebben of ze willen zich aanmelden voor dit festijn om nog voor iets lekkers te zorgen, waar moeten ze zijn? Meldingpotkuik@gmail.com. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En ik hoop heel veel mensen te zien en dat we er iets, echt een hele leuke middag van gaan maken. Ja. Dus tot 2 juni in ieder geval. Ja. En wij hopen dat het een Heeswijkse kamp een traditie wordt. En wij willen dat elk jaar herhalen. Dus jullie zijn heel welkom allemaal.